vindt ze het leuk dat we hier zo samen zijn. Nou, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Marieke Schoenmaker en ik ben innovatiegroeiversneller, mentor. Hi, ik ben Vincent Tan. Ik werk als Agile Coach bij Schiphol Groep. En met het transformatieteam helpen we daar om Schiphol een meer wendbare en klantgerichte organisatie te maken. Ja, gaaf. Hey, want jij zit volgens mij nu in jullie innovatielab. Ja, dit is de X-Room. Dus dat is een grote ruimte waar we veel demo's en presentaties houden in het Schipholgebouw. Waar we idealiter natuurlijk ook de meetup hadden gehouden, maar dat kan nog niet in deze tijden. Dus dan zijn we er toch nog een beetje op locatie. Leuk, leuk. Hey, nou Vincent, superleuk dat we hier samen even zijn. Want op 17 september van 4 tot 6, dan organiseren wij een interactieve online masterclass. En dat gaat dan over het laten floreren van een innovatiecultuur. En wat is een innovatiecultuur eigenlijk voor jou? Voor mij is een innovatiecultuur, in ieder geval, eigenlijk is cultuur natuurlijk een soort van de optelsom van het gedrag van de mensen om je heen. Hè? Ja. In ieder geval dus de collega's bij Schiphol. En wat we met die innovatiecultuur hier bedoelen, is dat we echt bezig zijn dat iedereen, waar je ook werkt, wat voor soort werk je ook doet, in ieder geval met een nieuwsgierige en experimentele mindset, kijkt naar hoe de dingen beter en anders kunnen. Ja, dus het gaat niet alleen over de radicale innovaties, maar ook gewoon in het hier en nu. Hoe kunnen we dingen slimmer en anders doen, zodat we beter worden? Ja. En super actueel voor Schiphol ook, hè, nu. Ja, zeker. Ja, leuk. Dit is hoe we een innovatiecultuur zien bij Schiphol. Maar waarom is de innovatiecultuur nou zo belangrijk voor organisaties, Marieke? Ja, dat ga ik je uitleggen. Nou ja, wat mij betreft, waarom een innovatiecultuur belangrijk is, is, laat ik het zo eens bekijken vanuit het werkgeluk van mensen. Ik geloof heel erg in dat als in elke organisatie heb je dus mensen die ook het heel erg leuk en belangrijk vinden om te innoveren. Dat zijn de mensen die echt het innovators DNA in zich hebben. En de afgelopen periode heb ik heel veel mensen gesproken, juist innovators, die opeens geconfronteerd werden dat hun werkgeluk toch een stukje minder werd, omdat er bezuinigd werd op innoveren en dat er weer veel meer aandacht ging ontstaan naar eigenlijk het overleven en de day-to-day business. Maar als je nu kijkt naar cases, dan zie je gewoon dat investeren in innoveren loont. Je ziet dat het bijdraagt aan meer medewerkersgeluk. Je ziet dat het bijdraagt aan daardoor ook aan meer klantgeluk. En uiteindelijk komt dat de bedrijfsprestaties ten goede. Dus vandaar ook dat ik zeg van investeren in een innovatiecultuur is gewoon super belangrijk, ook in deze tijd. Hey, nu even terug naar de masterclass op 17 september, want Wyatt, jij bent heel druk bezig binnen Schiphol met dat transformatietraject. Maar welke drie geheimen ga jij ons als deelnemers nou leren? Nou, wat ik in ieder geval wil leren is eigenlijk het systeem waarmee we onze cultuur en onze manier van werken steeds sneller kunnen transformeren, hoe we dat aanpakken. Daar een kijkje in geven, maar ook voorbeelden van de experimenten die we hebben gedaan, wat heeft gewerkt en nog niet heeft gewerkt. En tot slot natuurlijk hoe je echt duurzame aandacht kunt geven aan dus ook juist de horizon 1 innovaties en collega's die in dat werkveld, zodat je die cultuur echt bestendigt in je organisatie. Ja, gaaf. Hey Marieke, ik ben wel benieuwd, want als je nou vandaag inschrijft voor 17 september, wat krijg je dan als deelnemer? Ja, dat is echt heel erg leuk, want we hebben ook weer geleerd van de vorige masterclasses. Hè. Dit is al de vijfde in een rij dit jaar. En wat we gaan doen is, mensen die zich inschrijven, die krijgen eerst een zelfassessment om hun eigen innovatiecultuur te assessen, zodat ze echt helder krijgen waar ze nu staan en waar ze zouden willen staan. Want als je dat helder hebt, helderheid is alles, dan kan je echt stappen gaan maken. Nou, en dan komen ze in die masterclass met dat stukje voorbereiding en dan gaan zij naast jouw verhaal, gaan ze ook een structuur krijgen, namelijk de 4 stappen innovatiecultuurformule, waarmee andere innovatieve bedrijven al hebben bewezen dat ze succesvoller kunnen groeien dan minder innovatieve bedrijven. En
Wat ik zelf ook heb geleerd, en dat is eigenlijk het derde wat mensen in die White Masterclass krijgen, is dat energie superbelangrijk is. Om zeg maar te neer te zetten wat je wil neerzetten. Dus die gap te overbruggen van waar sta je nu en waar zou je willen staan. En dan tot slot, in die formule zitten 4 hefbomen. Innovatie, cultuur, hefbomen. En die gaan we je laten leren. En dan laten we je ook zien welke 11 mogelijkheden daarin zitten waaraan je kan draaien. Zodat je eigenlijk na vertrek uit de masterclass superhelder hebt waar je naartoe wil en hoe je dat kan doen. Nou, weet je, ik zou zeggen, gewoon boeken. Doen.